Jaren van bezuinigen op de krijgsmacht eist zijn tol. Het geld is op bij Defensie. Wat zijn daar de gevolgen van? Welkom bij Uitgelicht. Het is code oranje voor Defensie in Nederland, zei oud-NAVO-topman Jaap de Hoop Scheffer afgelopen woensdag in de Tweede Kamer. De bodem is bereikt, het geld is op en de krijgsmacht kan het land niet meer verdedigen. In de studio Elbert Dijkgraaf, Tweede Kamerlid voor de SGP. Goedenavond, meneer Dijkgraaf. Ja. De F-35 is geland, maar het geld is op. Bij Defensie. En die twee hebben met elkaar te maken? Dat vraag ik aan u. De F-35 is een duur vliegtuig. Heeft 4 miljard gekost als we ze allemaal hebben. We geven 8 miljard uit aan Defensie per jaar. En die 4 miljard is eenmalig voor de F-35. Ja. Maar de F-35 zijn we al tekort. Eigenlijk is het heel simpel. Hè. Als je kijkt naar de internationale afspraken, dan zouden we 2% van ons nationaal inkomen moeten uitgeven aan Defensie. Hoeveel is dat? Dat is 13,4 miljard. Ja. We geven 8,2 uit, dus 5,2 te weinig. Ja, dan moet je niet gek opstaan te kijken, als er gewoon het geld op is. En dus roepen een aantal deskundigen deze week in de Kamer, onder aanvoering van Jaap de Hoop Scheffer, oud-NAVO-topman, Nederland, doe wat. Want dit kan niet goed gaan zo. Ja, wij roepen dat al jaren. We hebben het vele malen tegen het kabinet gezegd. Ik heb afgelopen week nog 2 maal gediscussieerd met en de minister van Defensie op dinsdag. En op donderdag met de minister-president en de minister van Financiën. En dit kabinet geeft geen thuis. Geen thuis? Nee, ze komen wel elke keer. En op zich zijn we daar blij mee, hoor. En daar hebben we ook hard voor over onderhandeld met het kabinet. Komen ze met 100 miljoen, 200 miljoen, nu 600 miljoen. Ja. Maar als je dat afzet tegen een tekort van 5 miljard... dan moeten er eindelijk eens een keer grote stappen gezet worden. Terwijl het crisis zit in Europa. Het zuiden, vluchtelingen, het oosten, de Russische beer die wakker wordt... en meneer Poetin die allerlei speldenprikken uitdeelt. Ja, nou ja, maar dat is het hele punt. Hè. 3 jaar geleden heb ik een debat gehad met de minister van Defensie. En toen heb ik gezegd, kunt u nieuwe bezuinigingen uitsluiten? Toen zei zij nee. Toen heb ik tegen de collega's gezegd, van, joh, het lijkt wel of jullie denken dat de wereldvrede is uitgebroken. Mm-hmm. Maar als je die dingen bij elkaar optelt, aanslagen, ISIS, Poetin, nou, noem maar op... Hele grote uitdagingen. Ja. En de NAVO zegt gewoon tegen ons... van joh, ja, jullie zitten te freeriden op ons. Want Engeland doet het wel, Amerika doet het wel. Die moeten de problemen oplossen. Ja, samen met de ChristenUnie heeft u bereikt... dat in het najaarsakkoord er wat geld bij kwam. En D66. En D66. Ja. Maar u noemt nu een getal wat vele malen groter is. Ja. Waar moet dat geld vandaan komen? Nou, op lange termijn is dat niet zo'n heel groot probleem. Want we hebben veel bezuinigd. De economische groei zit mee. En dat betekent dat we vanaf 2019 een begrotingsoverschot hebben. Ja. En dat is goed vanaf 2021 voor zo'n 5 miljard. Hé, hey, dat is ongeveer overeenkomend met wat je uiteindelijk voor Defensie nodig hebt. Ja. Dus voor de lange termijn is dat niet zo'n probleem, als je dan maar wil. Dus ik heb ook tegen het kabinet gezegd, van, ja, het geld is er wel, maar reserveer het voor Defensie. Ja, maar in die tussentijd... is dat geld er nog niet. Mm-hmm. En dat betekent dat je elders zult moeten bezuinigen. Ja. Ja, want dan moet je bezuinigen als je het geld niet hebt. Ja. Het moet ergens vandaan komen. Het moet ergens vandaan komen. Of de lasten gaan omhoog voor de mensen. Dan gaan de belastingen nog verder omhoog. Ja. Maar die zijn de afgelopen jaren al te veel omhoog gegaan. Die moeten ook naar beneden. En dat betekent toch goed kijken waar je kunt snijden. Vandaag is bekend geworden dat de kinderopvangsubsidie omhoog gaat. Mm-hmm. Een cadeautje voor 2 verdieners... die relatief ten opzichte van 1 verdieners en alleenstaande het al erg goed doen. Qua koopkracht gewoon. Ja, een cadeautje weer van 100 miljoen. Dat is 100 miljoen de verkeerde kant op. Dat ja. had veel beter naar Defensie kunnen gaan. Ja, de baas van de luchtmacht, generaal Snitger, heeft een goed idee. Hij zegt, laten we fuseren met de Belgen. Nou, ik weet niet of dat zo heel verstandig is als je naar het Belgische leger kijkt. Alleen de luchtmacht spreekt hij over. Ja, ik geloof wel in samenwerking. Ja. Maar fuseren, opheffen. Ik vind als Nederlands parlement moeten we zeggenschap blijven houden over ons eigen leger. Over de inzet van ons eigen leger. Maar dan blijft iedereen in Europa dus nee. zijn eigen dingetje doen. Nee, maar u had het even over fuseren. Ik heb het over samenwerken. Dat ja. kun je wel doen. En dat is ook hard nodig. Dat doen we overigens ook al. Hè. We werken samen met de Belgen. We hebben een gezamenlijk legerkorps. Met onze eigen inzet kunnen we gewoon zelf bepalen. Met de Duitsers. Mm-hmm. En zo zie je op verschillende fronten dat we wel degelijk samenwerken. En dat moet ook. Maar je moet niet naar een soort Europees leger gaan. Want? Wat is daar verkeerd dan? Nou ja, dan gaat het Europese parlement uiteindelijk beslissen over de inzet van ons leger. Ik mm-hmm. vind dat we zelf moeten beslissen over de inzet van onze eigen mannen en vrouwen die we naar moeilijke gebieden sturen. En als je kijkt naar Europa is het pertinent elke keer oneens over buitenlandse politiek. Als je het over buitenlandse politiek
oneens ben, kun je moeilijk beslissen over het leger. Want de een zegt je moet wel gaan, de ander zegt je moet niet gaan. Ja, dan doe je dus niks. Ja. Die F-35, eerder genoemd, die is geland deze week op Leeuwarden. Twee toestellen van de 37 die Nederland koopt. Is dat een klein PR-offensiefje vanuit Defensie om ze juist deze week naar Nederland te halen? Ja, nee, absoluut. De luchtmachtdagen komen eraan. Het is reclame voor het leger. Het is een schitterende kist, maar ook wel een hele gecompliceerde. Mm-hmm. Wij zijn dat proces wel heel nauwlettend aan het volgen. Want als je de documenten leest wat er nog allemaal aan mankeert, computersystemen die niet met elkaar communiceren. Hij vliegt, maar hij kan ook nog een heel aantal dingen echt niet. Dus we moeten er wel bovenop zitten, ons niet laten leiden door die hele mooie PR. Ik snap best en mijn bloed begint ook wel sneller te stromen als je dat ding ziet. Ja. Maar je moet wel naar de feiten blijven kijken. Het moet betaalbaar blijven en hij moet doen wat beloofd is. Maar een katje in de zak dan? Of? Nee. Dat is te makkelijk. Het is een heel gecompliceerd wapensysteem. En ik ben eens teruggegaan in de discussie over de F-16. Daar zie je precies hetzelfde. Het duurt lang om zo'n ingewikkeld systeem te ontwikkelen. Nou, deze is nog een stuk ingewikkelder dan de F-16. Maar dan moet je ook niet alle fouten goed praten. Dan moet je zorgen dat fouten snel opgelost worden en dat het niet tot te hoge kosten leidt. En 37 zegt de baas van de luchtmacht opnieuw, generaal Snieter, veel te weinig. Te weinig. Dat zeggen dat wij. Dat vindt u ook? Ja. Want als je bedenkt, als je de 37 hebt, kun je er maar een paar echt inzetten als het nodig is. Het zijn hele effectieve kisten. Onze F-16's, als je kijkt wat die nu doen al over de wereld als het nodig is, dat zijn hele krachtige wapens. Ja. Nou, deze kan nog een stuk meer. Maar je hebt ze ook nodig voor training. Er zijn er altijd in onderhoud. Dus het zijn er echt te weinig als je kijkt naar de uitdagingen die we op de wereld hebben. Vandaar ook dat ik zeg, ja, verhoog dat budget van Defensie gewoon naar de afspraken die we hebben met de NAVO. Dan kun je er ook meer kopen. Oké, tot slot nog even bij het kopje Defensie. Vandaag heeft minister Hennis van Defensie bekendgemaakt dat vrouwen welkom zijn bij het Korps Mariniers. Tot nu toe een mannenbolwerk. U heeft ervaring met mannenbolwerken in uw partij. Ja. Is dat een goed idee? Nou, het verschil. Bij ons zijn vrouwen ook welkom. We hebben inmiddels wel, maar. Ja. Nou, dat is al een poos zo. We hebben een vrouwelijk raadslid in Vlissingen die het uitstekend doet. Ja. En voor de rest is het gewoon volledig opengesteld. Dus we zijn het leger een stuk voor. In dit geval zou ik zeggen, voor mij is uiteindelijk bepalend dat de eisen niet naar beneden moeten gaan. Mm-hmm. En als je kijkt naar internationale ervaringen, als je die eis stelt, leidt dat ertoe dat er of geen of heel weinig vrouwen bij komen. En dan maak ik mij wel zorgen. Als je kijkt hoe intensief zo'n groep met elkaar bezig is. Als je dan 20 mannen in de rimboe hebt zitten en 1 of 2 vrouwen. Dan maak ik mij wel zorgen over de veiligheid van die vrouwen. Oké. We gaan het zien hoe zich dat ontwikkelt. We gaan even naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. 1,5 geklungel, concludeerde de commissie Oosting 2 deze week. Wat is daar toch aan de hand? Ja, het is natuurlijk een heel complex ministerie wat veel te weinig met elkaar communiceert. Eilandjescultuur. Dit rapport was eigenlijk bedoeld om uit te zoeken van was het nou een doofpotaffaire, hè, met die hele bonnetjeskwestie? Hebben die ambtenaren met elkaar bekokstoofd dat alles in de doofpot bleek? Om de minister uit de wind te houden? Om de minister uit de wind te houden. Voor mij was toch wel de cynische conclusie dat dat helemaal niet kan. Omdat als je kijkt naar de cultuur en de organisatie en de manier waarop men met elkaar communiceert, men niet eens in staat is om een doofpot te organiseren. Ja. Dus al zouden ze het willen, wat natuurlijk niet goed is, maar ze zouden niet eens kunnen. Ja, Oosting zegt oplossing, ministerie splitsen. Veel te groot. Ja, er zijn verschillende politieke partijen die dat zeggen. Die zijn vergeten dat het vroeger gesplitst was en dat we die niet voor niks bij elkaar gebracht hebben, omdat er te weinig gecommuniceerd werd. Ja. Dus ja, dat weer terugbrengen lost helemaal niks op. Nee. Het probleem is eigenlijk ook dat binnen die verschillende afdelingen ook niet genoeg met elkaar gecommuniceerd wordt. Ik zou zeggen, je moet er meer bestuurskracht op zetten. Dat is veel belangrijker, dat ministers en staatssecretarissen hard optreden. Misschien hebben we er wel 1 extra nodig. Die cultuur die moet echt aangepakt worden. En simpelweg een club met een cultuur verplaatsen naar een ander ministerie lost niks op. Oké. En het aanzien van de politiek, meneer Dijkgraaf. Want de burger in het land ziet een tweede rapport van een paar 100 pagina's. Ja. Over 1 bonnetje wat zoek was. Ja, nou ja, dat geeft al aan hoe complex de situatie is. Maar ook wat voor Haagse slangenkuil u zich in bevindt? Ja, nou, het is een uiterst complex ministerie. Daarom zeg ik, je moet er voldoende mensen op zetten die dat goed kunnen controleren, die ook voldoende power hebben. Ik heb in principe vertrouwen in de mensen die er zitten. Ik vraag me wel af, zitten er wel genoeg? Zou er niet eentje bij moeten? Een staatssecretaris?
Een staatssecretaris of een minister, dat zou ook kunnen. Hè. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben ook twee ministers zitten. Dus dat kan allemaal wel. Daar is uit bezuinigingsoogpunt niet voor gekozen. Maar ik denk dat het langzamerhand wel verstandig wordt. In ieder geval als je kijkt naar een nieuw kabinet om dat te doen. Ja. Is dit het einde van de Teven-deal, de discussie daarover, denkt u? Dit rapport Oosting 2? Dat zou wel eens kunnen, tenzij er nog weer nieuwe dingen boven tafel komen, dat toch blijkt dat er nog weer meer informatie is. Maar een Oosting 3 zou u helemaal niet goed uitkomen als politiek? Nou, ik zou het jammer vinden, omdat ondertussen de problematiek voldoende bekend is. De bezem moet echt door het ministerie heen. Ja. De minister heeft dat ook beloofd. Dat is ook volop gaande. En als je dan weer zo'n affaire krijgt, dan verstoort dat het proces. Mm. Maar goed, ja, stel dat er een nieuwe affaire komt, dan moet je niet uitzoeken. Ja. Zit u wel eens op de fiets, meneer Dijkgraaf? Ja. Ja? Belt u ook wel eens op de fiets? Nee, ik bel wel in de auto, handsfree. Ik heb de neiging, als ik op de fiets zit, zit ik echt... Of ik laat mijn herdershond uit, die rent dan met mij mee. En ik kan u garanderen dat hij harder kan fietsen dan ik, harder kan lopen dan ik op mijn mountainbike kan fietsen. Aan een lijntje of loopt hij los? Dan loopt hij los, ja. Dat doe ik op momenten dat er verder niemand is, s'avonds om 1 uur of 10 of zo. Ja. En dan heb ik niet de neiging om te gaan bellen. Ja, want ik vraag het u. Deze week minister Schulz wil onderzoeken of het bellen op de fiets strafbaar kan worden naar aanleiding van een aantal ongelukken. Snap ik. Als je kijkt naar het aantal ongelukken waarbij bellende mensen betrokken zijn. De aantal dodelijke ongevallen zijn helaas bekend. Ernstig gewonden, vele. Een algemeen verbod voor bellen op de fiets gaat mij wel wat ver, moet ik zeggen. Kijk, in een drukke stad kan ik het me voorstellen. Hè? Dan begeef je in een moeilijke situatie. We zien dat hier ook in beeld met bussen, auto's. Nou, dan kan ik me voorstellen als je heel erg geconcentreerd aan het bellen bent. Maar als jij midden op de Veluwe ergens op een bospaadje aan het fietsen bent, ja, dan zou het een beetje belachelijk zijn als dat verboden is. Dus kijk dan wel goed naar de omstandigheden, dat je het alleen doet als het nodig is. Ik maak me wel zorgen over de handhaving. Ja, want hoe moet je zo'n verbod handhaven? Ik bedoel, in de auto mogen ook niet bellen, maar dat wordt ook nauwelijks gecontroleerd. Ja, en ik rij vaak in de auto. Ik zie heel veel mensen toch met dat ding aan het oor. Ja. Terwijl zo'n handfree setje volgens mij maar 15 euro kost. En toch doen mensen het niet. De boete is heel hoog. Dus hoe handhaaf je dat? Maar ik wil het niet bagatelliseren. Je ziet eigenlijk dat misschien niet eens zozeer bellen op de fiets het probleem is. Tegenwoordig zie je een enorme groei in appgebruik. Mm-hmm. WhatsApp bijvoorbeeld, maar ook internetgebruik op de fiets. Yeah. Ja, dat wordt nog veel listiger, want dan heb je en die telefoon en je zit er nog op te tikken. Dan ben je twee handen en dan moet je handsfree gaan fietsen. Ja, vooral onder jongeren natuurlijk, die nauwelijks meer bellen, maar meer met die sociale media bezig zijn. En handsfree fietsen heb ik vroeger veel gedaan. Dat was voor ons, misschien herinnert u zich dat uit uw jeugd, ook nog wel een sport wie het langst de handsfree kon fietsen. Ja. Maar dan krijg je natuurlijk, als je dat combineert met stadsverkeer, nog meer ongelukken. Ja. Dus een serieuze kwestie waar je ook bovenop moet zitten. Een van de dingen die volgens mij kan helpen is als je gewoon telefoonfabrikanten verplicht stelt. Als dat ding, die telefoon nou gewoon bijvoorbeeld meer dan 15 km per uur doet, dat het belsignaal niet meer afgaat. Mm. Dat kan technisch? Dat kan technisch, ja. Oké. En een voorlichtingscampagne, wat om nou meteen strafbaar en bekeuringen en dat erop te leggen. Je kunt beter die jongeren voorlichten erover. Ja, maar er zijn al verschillende voorlichtingscampagnes geweest. En het resultaat daarvan stemt niet rooskleurig. Mm. Die zijn over het algemeen niet effectief. Ik snap dat ook wel. Als je gewoon naar jongeren kijkt hoe intensief zij met hun mobieltje bezig zijn. Dat is toch een soort levensader voor ze. Ja. Dus of je moet het echt verbieden en dan handhaven, maar dan hebben we nog heel wat politie nodig, ben ik bang. Ja. Of je moet het zoeken, denk ik, in technische oplossingen, dat niet elke keer zo'n belsignaaltje afgaat als er weer een WhatsApp-bericht binnenkomt, wat jongeren dan toch verleidt om weer hun telefoon te pakken en even snel een berichtje te tikken. Ja. U belt niet in de auto, zei u, tot slot? Ik bel wel in de auto. Wel in de auto, maar handsfree? Handsfree, ja. Wat was uw laatste bekeuring? Dat is een aantal jaren geleden, kan ik u vertellen. Ik heb al 1 jaar of 2, 3 geen enkele bekeuring gehad. Mm. Maar die was voor te snel rijden? Met snelheden van 6, 7 kilometer per uur te hard. Ik rij wel eens hard, maar dat doe ik dan op wegen waar dat mag. Okay. Dank voor het gesprek en uw komst naar de studio, meneer Dijkgraaf. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Maandag zijn we er weer. Dag!